Ja, het is super vandaag. Zonnetje schijnt, niet al te veel wind. Ideaal voor het roeien. Maar er zijn eigenlijk weinig mensen die gewoon vanuit huis het water op gaan en roeien waar wanneer ze willen. Zoals je met hardlopen of schaatsen of wielrennen wel kan, gewoon met je eigen materiaal. En daarvoor hebben we deze boot juist ontwikkeld. Dat het ook voor iedereen gewoon makkelijk moest zijn om te kunnen gaan roeien. Want zo makkelijk als het er hier uitziet, zo makkelijk is het niet met de instabiele originele wedstrijdskif. Kijk, als ik normaal roei, dan zit ik gewoon lekker binnen in een fitnesszaal. Dat komt omdat roeien natuurlijk een super workout is voor je hele lichaam. Daarom is het zo populair in de fitnessschalen. Maar het is ook weer erg makkelijk inderdaad op een ergometer. En we hebben een boot gemaakt die ook op het water makkelijk is te roeien. Ja, we kunnen het je zo leren, serieus. Met een paar instructies dan ben je op het water en dan kunnen we jou loslaten. Ja? Ja, een beetje door je knieën en op je billen gaan zitten. Nou, dit gaat al goed. Ik ben heel ontspannen. Het is lekker weer, het is niet koud, dus als ik erin ga is het ook niet erg. Nou, dan gaat hij dan. Als ik het kan, dan zou iedereen het moeten kunnen natuurlijk. Erg hard gaat het nog niet, maar het lukt. Ik doe aan het nieuwe roeien. Op een gezonde manier genieten van de vrijheid van het water, waar en wanneer je maar wil. Het belangrijkste wat je goed deed was dat je schouders ontspannen hield. Je raakte niet in paniek en je ging echt die boot voelen voor het balans. Dus en rechtuit had je meteen de beweging goed te pakken. Ja, heel knap. Dankjewel, een succes dus. En als het aan Lenneke ligt, proberen nog veel meer mensen het. En rijdt straks iedereen met een kano op zijn auto. Het voordeel van de korte boot is dat hij ook gewoon op de auto mag. Zo'n lange skiff die mag niet op de weg omdat hij te ver uitsteekt. Dus dat is ook een van de redenen waarom we het kort hebben gemaakt. Dat je makkelijk met je eigen auto gewoon naar een andere plas water mee kan nemen. Thank you.